betekent avatar? Avatar, dat is een woord dat is afkomstig van het woord guru. Dat is een Indiaas woord. Dat komt uit het Vedisch komt dat vandaan. Mm-hmm. En dat is eigenlijk een Sumerisch woord. En in het oude Sumerië betekende guru betekent het luitenant van Ea. Enki. En wat betekent dat? Kerst. Dat was degene die vanuit de ruimte scheen naar de planeet Aarde kwam. Om goud te vinden, te delven. Om een atmosfeer op hun thuisplaneet, Nibiru. De 12e planeet. Mm-hmm. Staat ook in de boeken van Sigaria te zien. Om dat goud mee te nemen naar de 12e planeet, om daar dus de atmosfeer te helen. Ja. Leuk. We hebben nou in. Van het je zit nou in een tijdperk waarin je dus global warming hebt en dat soort dingen, en climate change. En zo'n kleine 500.000 jaar geleden hadden ze dat probleem op Nibiru. Dus degene die de mensen hebben gecreëerd, hadden ze daar al opgelost. Dus die testen hadden ze daar al gedaan. En hoeveel jaar geleden was dat? Dus 445.000 jaar geleden. Zo. En die testen door goud, dus door goud in een dampkring te spuiten met die vliegtuigen, die spaceships. Ja. Daarmee hebben ze hun aarde, dus hun planeet, gered van de global warming problemen, climate change, wat wij nu hebben. Okay. En nou heb je dus dat fenomeen van chemtrails en zo. Die vliegtuigen die in de lucht gesignaleerd worden met die kriskras strepen. Ja, dat zegt me niet veel, maar jij weet ook. Milieuverontreiniging. Oh, je bedoelt gewoon CO2. Ja, zij zeggen de CO2-uitstoot. Mm. Maar in die CO2-uitstoot zitten dus altijd chemicaliën in. Ja. En dat is onvermijdelijk. Dus dat is natuurlijk een, niet het hele verhaal. Maar daar, volgens mij daar komt dat uit voor. Ja, precies. Ja. Je weet veel. Wat is jouw naam? Ja. Maaike. Ja. Nou, aangenaam kennis met je te maken. Ja, je ook. Dankjewel voor jou. En ik zal dit eens doorlezen. Ja, dat is een mooie oefening. Het compassieproject, Avatar. Echt iets om te doen. Om de hoeveelheid compassie in de wereld te vergroten. Nou, dat lijkt mij een mooie afsluiting om daarmee verder te gaan. Ja, dat gaan we doen. Dan kijk even in de lens, Maaike. Maak even een mooie close-up van je. En dan wens je heel veel succes. Dankjewel, jullie ook. Dankjewel.